Een bezoek aan Bobby aan land zal 6 Limburgse leerlingen nog lang bijblijven. Vanmiddag stapten ze samen in een wagentje van de tyfoon, maar ze kwamen onderweg vast te zitten. Een kwartier lang, tot het personeel van het attractiepark hen uit de hachelijke positie wist te bevrijden. Dat gebeurde met een hoogtewerker. Bobby aan land onderzoekt nu wat er precies is misgegaan. De oorzaak is waarschijnlijk de sterke tegenwind waardoor het karretje stilviel. Volgens een woordvoerder bleven alle scholieren ongedeerd en kwamen ze er met een schrik vanaf. Er is absoluut geen paniek geweest. Ik was aanwezig tijdens de evacuatie van de mensen. Er zaten 6 jonge dames in. Die zijn eigenlijk na een kwartiertje zijn die al terug naar beneden kunnen gebracht worden door onze technische dienst. Met behulp van onze hoogtewerker. En die mensen zaten er eigenlijk vrolijk liedjes te zingen. En die hebben echt de spirit erin gehouden. Ja.